Oh, deze is wel leuk. Deze ook wel. Hallo? Ja? En dan ga ik er naar kijken en dan bel ik je vanavond terug. Doeg! Oh, ik heb al een match. Even een goede openingszin bedenken, hoor. Ik heb dus literatuurwetenschappen gestudeerd. En daarmee kan ik nu hele toffe dingen doen met schrijven, theater en presteren. De wereld ligt aan mijn voeten. Maar dat was in de 18e eeuw wel echt heel anders. Vooral voor vrouwen en meisjes. Je leven staat helemaal vast en je hebt er zelf niets over te vertellen. Echt helemaal niets. En zonder onder andere dit boek, Sarah Burgerhart, een roman uit 1782 over een gewoon meisje in die tijd die zelf wilde beslissen hoe ze leeft en met wie ze trouwt, was het misschien nog steeds wel zo. Ik neem je even mee naar de 18e eeuw. Hoe ziet ons leven er dan uit? Mannen staan altijd aan het hoofd. Rijke mannen en de adel. Mannen maken de dienst uit. Vrouwen hebben niets te vertellen. Vanaf je geboorte staat vast hoe je leven er tot je dood uitziet. Je gaat niet naar school, stelt geen vragen. Je volgt gewoon op wat je moet doen. Nou, ik kan nauwelijks ademen of bewegen. En dat kan in die tijd letterlijk en figuurlijk ook niet als vrouw. Er is geen ruimte om zelf na te denken. En mannen gaan er ook vanuit dat een vrouw dat niet kan. Je pad wordt voor je uitgestippeld en er wordt nooit aan je gevraagd wat jij nou zou willen. Ik moet er niet aan denken. Uit met dit ding. Oh. Gelukkig voor ons komen er langzaamaan andere tijden. Een frisse wind die de verlichting heet. De verlichting waarbij ze denken dat wanneer je meer weet over jezelf en de wereld om je heen, je gelukkiger kan worden. Tot de 18e eeuw is kennis alleen iets voor mannen. En dan vooral rijke, geleerde mannen. Steeds meer mensen vinden dat kennis voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn. En dan opent in 1784 dit museum. Tylers Museum in Haarlem. Revolutionair. Iedereen mag hier binnenlopen. De slager, de modenaar, de knecht en de vrouw. Nou, dat is pas echt driedubbel dwars in het kwadraat revolutionair. Ook bijzonder is dat het er binnen nog steeds zo uitziet als in 1784. Kom, we lopen zo de 18e eeuw in. Oh, wauw. Het is echt net alsof je zo terug in de tijd bent. Wauw, wat een prachtige ruimte met al dat licht. Dat is echt letterlijk binnenstappen in de verlichting. En hier ligt dan ineens de wereld aan je voeten. Want je moet je voorstellen, in die tijd kwamen de meeste mensen niet verder dan hun eigen stad of dorp. En dan kom je ineens hier. Waanzinnig. En dan kan je een beetje snuffelen door wat ontdekkingsreizigers allemaal mee hebben genomen van hun reizen. Je kan kijken naar de nieuwste uitvindingen. Of bladeren door een van de vele boeken. Kan het zo hierop? Ja, je ziet hier echt tekeningen van over de hele wereld. Want in die tijd kan je nog geen foto's maken. Dus als je iets wil vastleggen, dan moet je het tekenen of schilderen. Ja, dit museum is echt in alles de verlichting. Kennis, meer weten over de natuur en de wereld om je heen. Vragen leren stellen. Wat vind ik? Wat denk ik? Wat wil ik? Nadenken en meedoen maakt mensen gelukkiger en daardoor de maatschappij beter. En dus is het belangrijk dat kennis voor iedereen beschikbaar is. Zo komt er ook een boek uit, Sarah Burgerhart, over een meisje dat zelf haar leven wil bepalen en haar eigen man wil kiezen. En het boek is zo geschreven dat het de lezers aanmoedigt om ook zelf na te denken over wat ze willen. En het slaat in als een bom. Het is meteen een bestseller. En hier ligt de eerste versie uit 1782. Kijk, het is echt een heel oud exemplaar, dus ik moet heel voorzichtig zijn. En het boek is dus geschreven door twee vrouwen, Betje Wolf en Aagje Deken. En het gaat over een gewoon meisje, Sarah Burgerhart. Sarah is een wees, woont in Amsterdam. Komt onder de hoede van een vreselijke tante. Wil daar absoluut niet wonen. Loopt weg en mag bij hoge uitzondering ergens anders wonen.
Ze houdt van lezen en van muziek en ze wil zelf kiezen met wie ze wil trouwen. Op haar eigen weg naar volwassenheid maakt ze een heleboel fouten. Zo gaat ze bijvoorbeeld een relatie aan met de man die uiteindelijk een slechte, nare engel blijkt te zijn. Maar ze leert er wel van. Alles aan dit boek is in die tijd revolutionair. Als meisje heb je niets te zeggen, niets te willen en al helemaal niets te denken. Maar Sarah doet het toch en het lukt haar uiteindelijk allemaal zelf. En wat ook bijzonder is aan dit boek, is dat het deels gebaseerd is op de echte levens van de twee schrijfsters, Betje Wolf en Aagje Deken. En een deel van waar zij gewoond en geschreven hebben, bestaat nog steeds. Aagje Deken is net als hoofdpersoon Sarah een wees. En Betje Wolf wordt als 17-jarige verliefd op een man met wie ze wegloopt en toch niet kan en mag trouwen. Een enorm schandaal in die tijd. Betje wordt dé schande van haar geboortedorp Vlissingen. Daarom wordt ze op 17-jarige leeftijd door haar vader uitgehuwelijkd aan een 30 jaar oudere dominee 200 kilometer verderop, in de Beemster. Hier komt ze terecht. Dit is de kerk van haar man, de dominee, en daar haar nieuwe thuis. Ver weg van alle schande kan ze opnieuw beginnen. Betje en de dominee hebben meer een verstandshuwelijk, krijgen nooit kinderen. En hij laat haar vrij om te schrijven en veel te lezen, kennis op te doen. Ze krijgt hierboven haar eigen schrijfkamer. Kippenrust. Hier aan dit bureau schrijft Betje kritische teksten waarmee ze mensen inspireert om zelf na te denken over hoe dingen zouden kunnen gaan. En Aagje schrijft ook. En zo ontstaat er een hechte vriendschap. Zo hecht zelfs dat wanneer de man van Betje overlijdt, de dames samen gaan wonen en uiteindelijk een huis kopen in Beverwijk. Huize Lommerlust, waar ze ook samen gaan schrijven. Dit is dus een speciaal gebouwd schrijvershuisje voor de dames. En hier schrijft onder andere Sarah Burgerhart. Het is nu natuurlijk helemaal leeg. Eerst stond er een tafel en heel erg veel boeken. Maar in Sarah Burgerhart moedigen ze vrouwen dus aan om zelfstandig na te denken, meningen te vormen, keuzes te maken. En de vrouwen verdienen zelf hun geld door middel van het schrijven. En dat is ook echt bijzonder in die tijd. Twee onafhankelijke vrouwen die zonder een man samenleven en zelf in hun levensonderhoud voorzien. En niet alleen Aagje en Betje proberen de vrouwen uit de schaduw van de man te krijgen. Meerdere mensen nemen actief deel aan de verlichting. Zoals Belle van Zuilen, ik heb geen talent voor ondergeschiktheid. Of de Franse Olympe de Gouges. Zij schreef de verklaring voor de rechten van de vrouw. Die was er in die tijd alleen maar voor mannen. En de Engelse Mary Wollstonecraft maakt zich hard voor onderwijs voor vrouwen. De eerste zaadjes voor de emancipatie, de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, worden geplant. Ook wel het feminisme genoemd. Streven naar gelijkwaardigheid gaat niet vanzelf en kost tijd. Nog steeds hebben heel veel meisjes niet de vrijheden die wij hier hebben. En daarom strijden elke dag over de hele wereld mensen voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Dank voor die eerste zaadjes. Ik koester ze en blijf ze water geven, zodat ze kunnen blijven groeien. Want iedereen zou toch de vrijheid moeten hebben om de keuzes te maken die zij willen. Of je nou wil studeren, kinderen wil, of toch liever 6 katten. Of en met wie je wilt trouwen. Oh, die wil op date. Ik zie je om 8 uur. Love it. Een date.